Ik volg eigenlijk bijna alles wat je doet. Op televisie en zo. Ik ben een grote fan. Hoe gaat het met jou, Michel? Heel goed nu, moet ik zeggen. Toch met de beide voetjes op de grond. Dus alles gewoon perfect tot hiertoe. Mm-hmm. Alles loopt prima, dus ik heb geen problemen. Dat is goed. Ik heb een aflevering gezien op televisie waar jij slecht ontvangen werd, in een slechte VIP. Ben je hier wel goed ontvangen, Michel? Hier ben ik heel goed ontvangen. Ik heb een ontbijt gehad. Ik denk dat er voor 7 man is. Ik denk dat je het nog goed kunt eten, denk ik. Want het was voortreffelijk ontvangen hier. Ah, dat is fijn. Dat is fijn. Normaal zit jij nu op dit ogenblik op kantoor met jouw hemd uit. Dat zag ik op televisie. Is dat echt zo? Doe je dat echt altijd? Dat is zo. Dan moet je vrouwen iedereen. Ja. Dat is een gewoonte. Ja. S'morgens kom ik binnen, mijn hemd uit, mijn tanden kruisen en dan beginnen werken. Ja, ja, dat is geen enkel probleem. Iedereen heeft zo zijn gewoonte, Michel, zeker en vast. Er moet zeker veel veranderd zijn voor jou sinds je in het programma hebt gezeten. Heel veel. Ook meestal positieve kant, moet ik zeggen. Ik heb er lang aan nagedacht voor mee te doen, maar ik heb geen enkele dag spijt gehad dat ik er toch mee gedaan heb. Nee, want het heeft veel voordelen, veronderstel ik. Maar heeft het ook nadelen dan? Je staat elke week in de boekjes, mensen herkennen u. Ja, een nadeel is dat je niet meer loopt waar je wilt, natuurlijk. Hè. Je kon vroeger het zotte in een keer uithangen waar je niet mocht komen. Hè. Maar dan moet je nog niet meer komen, want ze kennen je. Ja, ja, dat zal wel zijn. Dat is voorbij. Het seizoen is nu afgelopen van The Sky is the Limit. Ga je volgend jaar terug meedoen? Ik zou graag nog een jaartje meedoen. Peter Boeks heeft toch al gezegd van ja, want het zal wel mijn laatste jaar zijn. Maar natuurlijk, je moet ook wel je verhaal kunnen brengen aan de mensen. Je kunt altijd niet meer met bloed lijf van de televisie staan, of het andere kuizen. Dus je moet altijd wel een verhaal kunnen brengen. Maar dat gaan we zeker doen. Er zijn nog een paar goede verrassingen in het vooruitzicht. En ik zie het goed zitten. Oh, dat is een van de mooiste verjaardagscadeaus die je mij kan geven, Michel. Zeker, zeker, zeker en vast. Je hebt tegenwoordig een zangcarrière. Hoorden we net ook. Wat zijn de ambities daarmee? Het is niets bijzonders. Het is gewoon een vraag van kameraden van mij. Pascal Van Uffel, de man van Story en van ATV, dat gevraagd aan mij voor mee te doen met Likken. Ten met Danny D'Amaro, dus een zanger ook. Een gast dat al 30 jaar meedoet aan zangdingetjes. En we hebben gewoon dat plaatsje ermee gedaan. En het lukte, het lukte. Ik denk dat het is een goede meezinger, denk ik toch. Plezant, hè? En ik hoop het is een droom voor de jongen om op de top 10 binnen te geraken. En nog iets verder ook, dus ik ben benieuwd. Is het dan de bedoeling dat je ook op festivalletjes of zo zou gaan spelen van de zomer? Ja, het is me al gevraagd, links en rechts. Ik kon dat wel doen, als ik het kan meenemen. Ja, ja. Maar dat is allemaal wel voor een goed doel. Is waar, ja? Ja, ja, voor mij is alles een goed doel. Ook voor mensen met een beperking. Je weet dat ik er ook een oude band met mensen met een beperking. En daar gaan we een leuke dag van maken, een leuke zondagmiddag van maken. En om dat doel gaan we dat schenken. Dat is prachtig, dat is prachtig. Jij bent natuurlijk, we zouden bijna vergeten dat jij ook een bedrijf moet leiden. Ja. Michel, wordt het een drukke dag voor jou vandaag? Wat ga je vandaag allemaal doen? Zo weinig mogelijk. Ja, voor mijn verjaardag. Zeker een verjaardag. Ah, dat apprecieer ik toch. Hè. Dat is toch... Michel, ik wil jou heel erg bedanken. Ja, is graag gedaan. Om naar hier te komen. Ik vind het zo lief. Ik vind het heel plezant. En je hebt wel bloemen voor mij meegebracht. Ja, ja, moet ze nog betalen, maar gewoon dat regelen met die mannen. Hè. Ja, ja, dat is goed. Maar breng dat maar bij de Jos binnen. De Jos van het secretariaat. Dat wil ik hem ook binnenbrengen. Dat is voor mijn verjaardag. Mijn verjaardag moet ik niet betalen. Super bedankt dat jij... bent langsgekomen. En om die top 10 te halen, zullen we toch nog eens jouw song gaan we toch nog eens spelen op de radio. En bedankt voor alles. En tot volgend jaar, Michel, op de TV.